Indigo Almelo presenteerde haar 63e tentoonstelling, getiteld In het nu van toen, met kunstenaars Lotje de Lussanet en Peter van den Akker. Elise die speelt ook in het Twentse Jeugdsymfonieorkest, hoboconcert van Chimabota. Hoe herken je de oermoeders, de oervorm? Vrucht van denken in het nu van toen. Vormen en volumes bekleden de oervrouw als beeld en symbool van de zoogsoort. De introductie, het thema van vandaag, de oermoeder. Je zal bijna kijken, ook als ik naar de schilderij van Peter kijk, naar de man in de middel. Dan heeft dat een zeggingskracht die heel indrukwekkend is. En dan zijn we met elkaar vanmiddag getuigen van een hele mooie, bijzondere tentoonstelling. Waar het ook een eer is dat ik die als voorzitter van de Raad van Cultuur mag openen. Ik heb als voorzitter van de Raad van Cultuur het voorrecht eigenlijk om 3,5, zo'n beetje 2,5 dagen in de week, met kunst en cultuur bezig te zijn op een manier die niet scheppend is. Behalve dan dat ik iets van een advies moet geven aan de minister van Onderwijs en Cultuur. Samen met een groep van 7 deskundige mensen gaan wij de komende jaren weer van alles vinden, van de subsidies die gegeven worden en de manier waarop kunst en cultuur in onze samenleving aandacht krijgt die het verdient. En ook om na te denken hoe die aandacht voor kunst en cultuur in dit land op niveau blijft. De inspiratie komt uit Turkije. Dat is zo dat ik toen ik daar was tijdens een reis, daar trof ik het begrip aan van een heel iets oud, de moedergodin Sibylle. En de moedergodin Sibylle die staat hier ook opgesteld in deze ruimte. Dat was dus een begrip, dat kende ik niet. Dus dat was een godin, 700 jaar voor Christus, van een bevolking, de Phrygiërs. En zo ben ik gaan speuren naar wat moedergodin, wat dat betekende. En zo kwam ik erachter dat er onder andere in Turkije, maar dus op heel veel andere plekken in de wereld ook, bestaan dus heel veel Venusbeeldjes, vruchtbaarheidsbeeldjes. En die moedergodin heeft daar ook mee van doen. Dus de groep die ik gemaakt heb is een groep van vrouwen, van moeders, zeg maar, die verbeelden het begin, het oerbegin van de eerste moeder. En gaan dus door de tijd heen naar het laatste beeld. En dat is dan nu. En deze tentoonstelling is in samenwerking met Peter van den Akker. Ja. Hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Gaan jullie nog vaker samenwerken? Ja, ik heb Peter gevraagd. En ik heb hem van meet af aan gevraagd. Van, goh, we gaan het doen in Almelo. En hopelijk kunnen we daarna samen ergens anders het nog een keer doen. Maar dat moet nu nog allemaal op touw gezet worden, moet allemaal nog blijken.